Dan hebben de koeien het bedrijfskapitaal verschaft voor het nieuwe oogstjaar. Als de rekening tenminste klopt. Ja, het klopt toch wel. Maar het valt toch eigenlijk wel een klein beetje tegen. Ik meende net een paar bisten bij te komen. Zeker, Jacobs. Bedrijfsuitbreiding. Dat is voor de boer de weg naar een betere uitkomst. Gelukkig maar dat de boer zijn eigen boerenleenbank heeft waar de overgehouden gelden veilig en rondabel belegd kunnen worden. Waar de boeren jeugd kan sparen voor de toekomst en waar de boer terecht kan voor zijn behoeften aan bedrijfskapitaal. 850.000 gulden aan ingelegde gelden en 143.000 aan voorschotten en kredieten. 143.000? En hoe staat het met de aflossingen? Er zijn geen achterstallige, voorzitter. Gij weet, mijn heren, dat een dergelijk bedrag aan leningen te hebben uitstaan voor een bank in een streek van kleine boerenbedrijven niet zonder risico is. Maar wij zijn een boerenleenbank. En voor ons gelden nog andere waarden.